Actuele vraag van Chris Jans is aan Lisbeth Homans en die gaat over de beslissing van de minister om een leegstaand gebouw van de Vlaamse overheid in Denderlee ter beschikking te stellen van Federsil voor de opvang van vluchtelingen. Meneer Janssens. Dank u, voorzitter. Mevrouw de minister, eergisteren stond in het laatste nieuws: Lisbeth helpt Theo. U gaat, staatssecretaris voor meer asiel en meer migratie, Theo Franke blijkbaar vrijwillig helpen met de opvang van asielzoekers. Zo heeft u een leegstaand gebouw van de VDAB in Denderleeuw ter beschikking gesteld van uw goede vriend Theo, die blijkbaar wanhopig op zoek is naar opvangplaatsen voor de vele tienduizenden asielzoekers die hij hier in dit land zo gastvrij ontvangt. Binnenkort zouden 250 asielzoekers onderdak krijgen in dat gebouw. En Theo Franke was heel lovend over de hulp van Lisbeth, die hij een voorbeeld noemde voor de andere deelstaatregeringen in dit land. En ook Wallonië zal ongetwijfeld u dankbaar zijn, want alle asielzoekers die hier zo gul in Vlaanderen opgevangen worden, die gaan in elk geval al niet naar Wallonië. Maar de mensen ter plaatse die zeggen helemaal niet dank je, Lisbeth. De mensen in Denderleeuw zijn, net zoals de lokale burgemeester, veel minder enthousiast en leveren trouwens forse kritiek op de manier waarop de beslissing genomen werd. Zo klaagt de burgemeester terecht aan dat hij blijkbaar officieel nog niet eens op de hoogte werd gebracht van de beslissing. Maar u gaat dus Theo Franke vrijwillig te hulp schieten in zijn paniekzoektocht naar opvangplaatsen voor de vele asielzoekers in dit land, omdat hij weigert de grenzen te sluiten. En wat de lokale gemeente denkt, van waar het gebouw zich bevindt, ervan denkt, dat lijkt u niet te interesseren. Wat de mensen die er wonen denken, lijkt u niet te interesseren. Dus mijn vraag aan u is, mevrouw, wat is nu uw plan? Gaat u asielzoekers of gaat u overheidsgebouwen ter beschikking stellen van uw goede vriend Theo Franke om asielzoekers ook in Vlaanderen op te vangen? Of gaat u, zoals het Vlaams Belang en vele Vlamingen nu al maandenlang vragen, eindelijk eens op de tafel kloppen bij uw federale collega's en eisen dat die grenzen gesloten worden, omdat we het hier in Vlaanderen, omdat onze Vlaamse steden en gemeenten het niet aankunnen en willen? Ik denk dat de vraagstelling duidelijk is. Ja. Dank u, meneer Janssens. U hebt op één punt gelijk. Theo is inderdaad een goede vriend van mij. Maar voor de rest, ja, maar het is toch al iets. Dat heeft u gemeenschappelijk met veel asielzoekers. U leest, meneer Janssens. U leest in de krant. Homans snelt Franke ter hulp. Hè? En u neemt dat voor waarheid aan. Dus als er morgen in de krant staat, Homans is een geweldig sympathiek en bekwame minister, dan gaat u mij er ook een vraag over stellen. Eén, ik ben niet, meneer Janssens, ik ben niet bevoegd in deze. Ik ben nog bevoegd voor het gebouw van de VDAB, voor alle duidelijkheid. U hebt gelijk. Ik ben vanuit mijn bevoegdheid bestuurszaken bevoegd voor de Vlaamse overheidsgebouwen. Maar u weet blijkbaar niet dat de VDAB een EVA is en dat het gebouw en de gebouwen van de VDAB toebehoren tot de autonomie en de onafhankelijkheid van de Raad van Bestuur van dezelfde VDAB. Dus heb ik hier iets mee te maken? Nee. Ik ben zelfs niet bevoegd voor gebouwen van de VDAB. Ik heb natuurlijk wel, want het is kerstmis voor iedereen binnenkort, dus ik heb een beetje informatie ingewonnen voor u hoe het dan wel is gegaan. Dus blijkbaar heeft de VDAB 6 maanden geleden zelf contact opgenomen met Fedasil om te zeggen van ja, kijk, we hebben hier in Denderleeuw al geruime tijd een gebouw leegstaan en wij willen dat eigenlijk aanbieden in het kader van de opvang van asielzoekers. Vervolgens heeft Fedasil dat allemaal zelf geregeld met VDAB en dergelijke meer. Natuurlijk nooit mij erin betrokken, want ik ben niet bevoegd voor dat gebouw. En ik wil u nog eens voor ene keer, en ik hoop ook voor de laatste keer, het verschil uitleggen tussen de bevoegdheid, wie dat er bevoegd is voor de asielzoekers en wie voor de vluchtelingen. Ja, maar u schudt van nee, maar dat is wel heel belangrijk. De federale overheid en Fedasil is bevoegd voor iemand die nog in procedure is voor asiel aan te vragen, dus voor de asielzoekers. Als Fedasil zelf regelt met VDAB om dat te doen, heb ik geen enkele bevoegdheid, moest ik dat al willen voor alle duidelijkheid, om dat tegen te gaan. Dus meneer de voorzitter, ik heb geantwoord omdat binnenkort we allemaal aan de kerstdis gaan zitten, maar ik heb hier totaal geen enkele bevoegdheid in. Meneer Janssens. Dank u wel, mevrouw de minister, voor uw antwoord. U vindt het blijkbaar allemaal normaal
dat hier overheidsgebouwen ter beschikking worden gesteld om de instroom van asielzoekers te faciliteren, in de plaats van die instroom nu voor eens en voor altijd tegen te gaan en samen met uw partijgenoten in de federale regering eisen om die grenzen te sluiten, zodat er eindelijk eens een stop komt van die instroom van asielzoekers die hier niemand in Vlaanderen heeft gevraagd en waar alleen maar de Vlamingen mee geconfronteerd worden. En ik zie dan overheidsgebouwen die plots ter beschikking worden gesteld van asielzoekers, terwijl er binnenkort gaat het winter worden en misschien wordt het nog wel eens binnen een aantal weken wel wat kouder dan het vandaag de dag al is en heel wat Vlamingen dakloos zijn in Vlaanderen. En dan zien die dat asielzoekers in overheidsgebouwen terecht kunnen, maar Vlamingen die dakloos zijn, die blijven wel in de kou, die mogen op de straat overnachten. Ik vraag dan mij af, wat zijn uw prioriteiten, mevrouw de minister? De mijne gaan uit naar die Vlamingen die geen dak boven hun hoofd hebben en niet naar asiel- of gelukszoekers die naar dit land stromen. Wie wenst aan te sluiten? Niemand? Mevrouw Hoomans? Nee. Meneer Janssens, nog opmerking? Ik kan alleen maar concluderen, de minister weigert blijkbaar nog te antwoorden op een aantal vragen. Mevrouw de minister, ik ga er dan vanuit dat u geen enkel overheidsgebouw in Vlaanderen ter beschikking zal stellen voor de asielzoekers. Wij zullen dat opvolgen in elk geval, maar wat een chaos in elk geval. Een spreidingsplan dat aan de Vlaamse gemeente wordt opgedrongen. Gemeenten die aan de alarmbel trekken omdat ze onvoldoende middelen hebben om de vluchtelingen te huisvesten. OCMW's die boos zijn omdat ze niet voldoende middelen hebben voor de opvang van asielzoekers. En zowaar, collega's van de N-VA, ik weet dat u liever de kop in het zand steekt tegenwoordig, maar zowaar een socialist, Daniel Termont, meneer Van Dijk, als u uw verantwoordelijkheid nam, dan had u de grenzen gesloten in plaats van ze wagenwijd open te laten. En zowaar, mevrouw de minister, een socialistisch burgemeester... Wij sluiten af. Voorzitter, als ik misschien heel even... We sluiten af, meneer Janssens. Spreektijd. Een socialistisch burgemeester die aan de alarmbel trekt en in een persbericht namens de VVSG zegt, zonder een krachtdadig beleid om de toevloed af te remmen, wordt de situatie op het terrein onhoudbaar. De woorden van Daniel Termont. En dat allemaal afsluitend, meneer de voorzitter, omdat de partij van de minister, omdat de N-VA weigert om een einde te maken aan het open grenzenbeleid.